Heerlijk. Kamp. Superleuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Ik heb weer een shopblog. Was niet de bedoeling, want ik ging even naar de trekpleister, niet gesponsord, voor wc-papier en tandpasta. En de korting is nog steeds in de winkel helemaal actief. Dus toen moest Sabrina weer natuurlijk een hele tas meenemen. En zelfs iets wat er nog niet in past in de tas. Echt. Ik ben zo gevoelig voor die korting. Ik moet het gewoon niet meer doen. Ik weet het, maar ja. Dus ik dacht, laten we gelijk een vlog dan opnemen. Dat kan ik aan jullie laten zien. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Vergeet geen duimpje omhoog te doen alvast. Hierbij te abonneren, want dan gaan we snel beginnen. En ik probeer elke dag een vlog online te plaatsen. Ik doe mijn best. Tot nu toe lukt het. Maar ik doe mijn best. Oké, waarvoor ik dus ging. Wc-papier. Niks bijzonders. Die heb ik dus gekocht. Oh, tandenborstels. Ik dacht altijd extra sisje. We hebben wel allemaal elektrische tandenborstel. Maar laatst gingen we bij oma slapen. Na die feestdagen bleef ik bij oma slapen. Toen hadden we geen tandenborstel meegenomen. Dus ik dacht, als ik nou een setje koop, kan ik ook wat bij oma neerleggen. Dan, tandpasta gewoon voor mij. Dan 5 plus tandpasta voor Jaden. En dan 0 tot 4 jaar milde fruitsmaak voor Zoumea. Dus eigenlijk ging ik alleen hiervoor, hè jongens. Besef dat even. Maar oké. Ik vraag me al mee dat ik tenminste wel dit heb gehaald. Soms ga ik ook bijvoorbeeld naar de Action. Dat kennen jullie vast ook wel. Ga je bijvoorbeeld alleen voor deo. Je komt met zo'n tas buiten en zonder deo. Kijk, dat heb ik dan gelukkig niet. Ik heb wel gehaald wat ik moest halen. Alleen extra dingen. Oké, dit. Ja, waarom? Ja, er was gewoon een dikke korting op. Dus dan dacht ik, oké. Dit zijn 4 tijdschriften. Die zijn normaal €4,99. Wat zit er allemaal in? De Vriendin, Party, Weekend en Mijn Geheim. Dus dan kan je 4 boekjes voor €5 halen. Nu waren die 4 boekjes afgeprijsd naar €1,09. Maar die €1,09 was ook nog eens afgeprijsd met 50% korting. Dus ik heb hier 55 cent voor betaald. Voor 4 boekjes. Het is toch ook leuk om te lezen, boekjes. Tijdschriften. Voor 50 cent, 55 cent dan, kan ik het niet laten liggen. Dus, tijdschriften. Oh ja, dit had ik wel eens gezien op de reclame. Toen dacht ik, moet ik het doen, zal ik erin trappen. Maar die was hier met korting, dus dan trapt ze erin er natuurlijk altijd in. Zo een massagegun. Hij was eerst €10 en nu 50% korting, dus maar €5. Dus ik dacht, dat moet ik hebben. Ik ga het gelijk even openmaken met jullie. Ik heb zelf ook nog niet gekeken. Als ik het open krijg en mijn nagel niet breek. Ik ga mee schalen. Zo, ben ik weer. Ik heb het zelf ook nog niet gezien. Een boekje zie ik. Oplader werkt hier mee. En de massagegun. Het ziet er echt heel apart en raar uit. Dit is hem. Oh, hier aan. Hoor je dat? Dan kan je hier ook nog harder zetten. Oh, dat is wel lekker, ja. Voor je rug. Oh, lekker. Oh, heerlijk. 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 Nou, dit dus. Uit. Yes. Oh. Het ziet er dus gewoon zo uit in de doos. Voor €5, jongens. Ik kan het daar niet laten liggen. Ik vraag me af hoe anderen dat doen. Ik snap niet waarom die winkel niet al leeg was. Dan, oh ja, nou, jullie weten hoe gek Zoumea op rokjes en jurkjes is. Niet dus, je krijgt haar niet in een rokje, niet in een jurkje. Maar ik zag het liggen, 50% korting. Dus ik neem het mee. Het is een licht, lichtje. Ja, het is wel een lichtje, maar een rok. Een roze rok. En dan zitten er lampjes in. En dan krijg je zo'n effect. Het was eerst €6 en nu €3. Dus dan wil ik het mee. Maar of Zoumea het ooit gaat aandoen, dat weet ik niet.
Dan, oh ja, zo'n superhandige handdoek voor je haren. Met zo'n hele mooie knoop. Ken je zo'n badmes? Het is veel handiger dan die, dan gewoon een normale handdoek. Dit zet je op je hoofd, draai je haren in. En dan met dit touwtje maak je het vast aan dit knoopje, want dan gaat het niet meer los. Dan zit je haren helemaal vast voor na het douchen of na een zwemles bijvoorbeeld. Super handig, was ook 50% korting voor het stickertje. Geen idee hoe duur het normaal was, maar er was korting op. Dan zo'n witte klamboe. Normaal 5 euro en nu dan de helft, dus 2,50. Ik dacht, die is ook wel leuk, misschien voor Jay's kamer of mijn kamer. Zoemee heeft roze. En dit is gewoon een witte. Gewoon helemaal mooi wit. Kon ik weer niet laten. Oh, deze had ik ook in de. Deze had ik al gekocht. Deze had ik al in de korting gekocht. En toen dacht ik, ja, dat gaan ze wel heel super handig. Die theeglazen waren 4 euro en nu nog maar 2 euro. Dus gewoon weer 4 glazen. Als jullie mijn vorige shopblog hebben gezien van de trekpleister, dan zag je dat ik deze al een keer gekocht heb. Weer 4 van die mooie theeglazen. Glazen kan je nooit te veel hebben, jongens. En voor 2 euro. 4 glazen voor 2 euro, jongens. Ik kan het hier niet laten liggen dan, hè? Maar dat gaan jullie al door. En dan het laatste alweer. Deze mooie schelpenlamp. Een parellamp. Hoe mooi is deze? Echt waar. Ik vond hem mooi. Oh, de prijs natuurlijk. Altijd heel belangrijk. 10 euro was hij eigenlijk. En nu dus 5 euro. Jongens. Echt waar. Prachtig. Oh, wat het piepschuim ook afbreekt. Let ook aan je vingers plakken. Kijk, het gaat aan mijn hand. Het gaat laat niet meer los. Wat een troep, jongens. Trek maar dit, hoor. Oh. Okay. De helft van de piepschuim is eruit. Met dat dingetje. Dit is dus de... Ja, lampenkapbak. Oh, dat piepschuim, jongens. Kijk hoe mooi. Die kleur ook. Heel mooi. En dan neem ik aan dat hier de parellamp in zit. Ja. Oh, kijk, dat is gewoon met zo'n knopje. Maar het is goed dat hij... Nee, er zit nog zo'n dingetje dat hij het niet doet. Ik laat het maar even zo. Dus dan zet je deze zo mooi hierin. En dat balletje geeft dan licht. Hoe super mooi. Echt helemaal verliefd. Super, super, super leuk. Maar had ik het nodig? Nee. Maar ja. Oké, dit was dan alweer even een snelle shoplog. Hoe krijg ik het ook weer netjes terug? Niet. Jawel toch? Pas zo. Nee, zo dus niet. Oh ja, dus hoe krijg je dat weer terug? Zo, ja, ja, ik heb het. Oh, ik zit helemaal onder de piepschuim. Ik zou maar net gestofzogen hebben, hè? Dan maak je dit open. Vreselijk. Ik kan zo meteen gewoon weer opnieuw stofzuigen. Kijk of die nu past. Ook nog niet helemaal. Oh, jawel, jawel, jawel. Ik had vanaf moeten omdraaien. Dat was alweer mijn shopblog. In totaal was ik kwijt. 20 euro. 20 euro voor dit allemaal. Oh, had je gezegd dat alleen die lamp 20 euro was, had ik het al gekocht. Super toch? Echt, echt heel fijn. 20 euro voor dit allemaal. Jongens, ik ben weer blij. En nu niet meer naar de trekpleister, want ik blijf dingen kopen, wat niet de bedoeling is. Ik moet gewoon niet meer heen. Echt. Zo, ik hoop dat jullie het ook altijd leuk vinden om mee te kijken. Laat vooral in de reacties weten wat je ervan vindt. Of wat je wilt zien. Graag dingen zonder piepschuim. Wat is er helemaal onder nu? En die handdoek is echt heel handig. Vooral voor Zoemea denk ik dat die handig is. Zo. Heel leuk, heel leuk. Waarom doe ik het weer terug in de tas? Dat doe ik natuurlijk ook niet. Dat kan ik allemaal gewoon hier laten. Die handdoek was ik natuurlijk eerst. Kopje is nog gelijk in de vaatwasser. Ik was ook niet eens om gelijk te gebruiken. Dus het eigenlijk allemaal hier blijven staan. Dit ook. Ja. Nou, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Mocht je net nog geen duimpje omhoog hebben gedaan... Ik zou niet weten waarom niet, maar doe het dan nog even nu. Mocht je nog steeds niet hebben geabonneerd, doe dat dan even alsjeblieft. Zodat wij leuke vlogs kunnen blijven maken. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog. Tot morgen.